Dit grote gevaar brengt een fantastische gelegenheid met zich mee. We kunnen ze hier uitroeien. De hele horde. Let's go. Laten we erop afgaan en ze laten zien wat wij Gerudo's in onze mars hebben. Voor Gerudo! Er staat. De troon heeft de rug toegekeerd aan rode pilaren in uitgestrekte zee. Verenig de pilaren in een driehoek van licht om de bliksemsteen en een nieuw pad te laten verschijnen. Jij die mijn stem hoort, kom naar mij toe. Het is onmogelijk om de Gerudo-woestijn te doorzoeken tenzij je een Rito bent en dus kunt vliegen. Ja, hé. Hey. Ik kan vliegen. Doe een duimpje omhoog als je ook wil vliegen. En vergeet niet te abonneren. Oké, let's go. We gaan naar boven. Ik moet dus de woestijn gaan doorzoeken naar drie pilaren. Laat me eerst even daar naartoe. Kijk, want vanaf hier kan ik natuurlijk gewoon een beetje ver weg kijken. Drie pilaren. Waar zien we een pilaar? Is dat een pilaar? Oh, één pilaar? Twee pilaar? Is de derde daar? Nee. Ik denk dat dat wel een pilaar is hiervoor. En daar ook. Ik weet alleen niet waar die derde is. Maar we gaan eerst daar naartoe. Tulin! Tulin, leen mij je kracht. Let's go. Ja, dit halen we denk ik hopelijk net. Kom op, Tulin. Nog een keer misschien. Nou, ja, dit haal ik wel. Ik kan redelijk chill doen, denk ik. Ik kan precies op het randje uit ook. Wat ziek idee. Oké, maar wat is dit? Dit moet kapot. Wat is dat? Wat is dit voor bol? Heb ik nog een beetje een sterk wapen of zo? Ik ben al mijn grote wapens een beetje kwijt. Spring en... Ja, misschien zo. Nee, oké. Okay. Ik heb nog van deze bombloemen. Ik leg even eentje neer. En dan gaan we die schieten. Bing! Kijk, oh ja, nice. Ja, dit is de bedoeling. En nu hebben we dus een lichtstraal inderdaad. Oh, moeten we daar naartoe? Ga ik even hier bovenop. Want ik zag dus daar een toren nog. Maar blijkbaar ook die kant. En wat is daar dan? Daar zijn rotsblokken. Ja, maar dat is ver weg, denk ik. Ik zie helemaal niks daar. Dan kan ik beter eerst naar die toren gaan, want die kan ik tenminste zien. En die gaat dan waarschijnlijk ook die kant op schijnen. En dan kruisen de wegen zich zo. En dan daar moet ik zijn. Ja, ik ga gewoon in één rechte lijn daar naartoe. En dan zie ik wel hoe ver ik kom. Let's go, Tulin! Ik ga dit sowieso niet in één keer halen. Maar ik moet toch... Oh, kijk, hier hebben we weer zo'n... Ja, nice. Dan kunnen we weer omhoog in deze luchtstroom. Hier is wel een gigakloof zo te zien. Daar ga ik straks invallen. Tenzij ik ook deze pak. Ja, nice. Die zie ik helemaal niet als ik daarboven zweef. Maar oké, maakt niet uit. We hebben hem in ieder geval te pakken. Ik weet niet of ik het ga halen. Ah, kijk, hier nog één. Ja, lekker. Oké, let's go, let's go. Ja, top. Ik blijf hier even zweven, wou ik zeggen, maar dat is niet nodig op zich. Oké, cool. Zelfde tactiek als daarnet. Bommetje neerleggen. Ik ben blij dat ik die heb in ieder geval. Oh, oké, hier moeten we meer doen, zo te zien. Hier moeten we iets bouwen. Ik heb echt niet goed gekeken hoe dat ding nou in elkaar zat, om heel eerlijk te zijn. Oké, dan moet ik even teruglopen. Ik heb geen idee wat ik moet bouwen namelijk. Oh, maar hier kan je dat ook niet echt zien. Moet ik wel iets bouwen wat hieronder zit? Komt een lichtstraal op die lamp? Oké, we gaan die kant op. Misschien moet ik toch eerst die kant kijken. Misschien kan de andere kant me helpen. Gelukkig zijn de overal van die windtornado's. Anders zouden we nergens komen, joh. Oké, we volgen deze lijn. Precies zo. Oké, we zien die lijn ook hierboven. Die moeten we in de gaten houden. Oh, kijk hier. Hier is een toren, maar die is te laag. Even koekeloeren, hoor. Kijk, hier voor me zie je zo'n toren in de mist. Oh, wat is dat? Daar is nog een pilaar. Laten we daar even opklimmen. Dat kan denk ik hier zo. Ja, cool. Misschien heeft deze pilaar er dan ook mee te maken. Oh, kijk. Hier is een draaiding. Let's go draai this ding. We zien wel wat er gebeurt. Oh, kijk. Kijk, hij gaat omhoog. Die pilaar gaat omhoog. Die naast ons. Oh. En dan moeten we denk ik dat licht precies op die bel laten schijnen. Ja, zo. Nice. En nu is er een driehoek gaande, maar is het nog niet helemaal goed. Want ik denk dat die achterste pilaar, dat wij daar ook zo'n hendel voor hebben gekregen net. Dat we die ook omhoog moeten schuiven. Oké, laten we het even van bovenaf gaan bekijken. Het lijkt erop alsof alles goed staat zo. Oké, misschien staat die daar toch nog niet goed. We gaan naar die pilaar daar verder. Ik bedoel, we hebben niet voor niks die bouwmiddelen gehad. Chilling with my homies in the desert. Oh, kijk, ja, die schijnt er niet op. Die schijnt er langs. Ja, ik snap hem. We moeten die ook gaan draaien. Het is wel handig dat we nu de kracht van Tulin al hebben, want anders was dit best wel een stukje moeilijker, denk ik. Of nou ja, dan duurde het eigenlijk gewoon langer. Oké, we zijn aangekomen bij de toren. Hallo, ik laat jullie lekker chillen. Ja, jullie zijn toch kapot langzaam, doei. Ja, kijk, hier heb je ook zo'n ding. Zo'n hendel, dus ik heb zo'n hendel nodig. Zo'n hendel moet naar boven. Even koekeloeren, wat nou als ik hier ga staan? Kan ik dan zo'n hendel pakken? Nee, oké. Zo, deze eraan vast. Ja?
Nou ben ik heel benieuwd of dit werkt. Oh, daar is trouwens een shrine tea. Die ga ik even markeren, jongens. Ik markeer altijd alle shrines, zodat ik die later nog even terug kan vinden als ik er nog niet geweest ben. Oh, ik heb het koud. Ik heb het koud. Ja, dan doen we even de Rito-kleren aan. Ik er niet in ieder geval. Oké, kijk, ik kan dit nu mee naar boven nemen zo. Kan ik hem ook erbovenop leggen? Nee, maar ik kan hem wel hier naartoe meenemen. Kom, kom hier. Ja. Nee. Maar ik had dit ding net ook aangezet op een of andere manier. Is dit dan... Wat is dit? Wat is dit überhaupt voor een ding? Oh, deze dingen zweven. Ja, maar yo, maar dat wist ik niet. Ik wist niet eens wat dat ding het was, joh. Zit ik zo moeilijk te doen? Ik heb dat heel vaak met dit spel. Dan denk ik super moeilijk, maar dan is het uiteindelijk veel makkelijker. Kijk, nou kan ik hem... Ja hoor, nou kan ik hem gewoon zo meepakken. Tuurlijk. Nou, ga maar weer uit. Bedankt voor je bewezen diensten. Ik heb alleen dit ding nodig. Ja, stokkie. Zo, plekken. Deze even aan de kant leggen. Gaan we eens even draaien. Ja, kijk, kijk, kijk wat er gebeurt. Oh my gosh, het was helemaal niet zo moeilijk, joh. Jongen. Soms voel ik me zo dom in dit spel, hè. Echt ongelofelijk. Oké, okay, anyway. Hij is er bijna. Hij, ja, toch? Ja. Kijk, we hebben de Triforce gemaakt. Zeker wel. Zeker wel. En dan precies in het midden hiervan. Daar moeten we nu dus blijkbaar zijn. Daar is een licht. Wat voor licht is dit? Is dit de volgende tempel? Nou. 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 Is dit een tempel? Is de ingang naar een tempel? Ik weet niet wat het is. We gaan kijken. Let's go, Linky! Oké, we zweven denk ik hopelijk precies dan nu naar het midden, naar dat licht. Ik hoop dat we nog dat we de goede kant op gaan. Ik kan natuurlijk niks meer zien op mijn map nu. Ja, ja, dit is het. En daar is Zelda weer. De mysterieuze Zelda erin. Die helemaal geen Zelda is. Dat kan niet. Ryu die loopt mij. Die zegt Link. Oh, die is op de walrus, op de woestijnwalrus gekomen. Zag je dat, Link? Het is Zelda. Maar is het Zelda? Ze is in ieder geval weer verdwenen. En ik ga achter daaraan. Kijk, de maan daar. Supermooi. Mooi maantje vanavond. Hij gaat wel echt heel snel onder trouwens. Wow. Dat lijkt op de maan uit Majora's Mask. Met die enge blik. Dat was hem, hè? Dat was hem gewoon. Dat moet wel. Oké, maar Ryu, wat is hier aan de hand? Ik zag de lichten van de rode pilaren aangaan en ben zo snel mogelijk gekomen. Kan geen toeval zijn dat wij nu twee keer iemand hebben gezien die op Zelda lijkt. Maar meer kunnen we nu niet doen. Link, heb jij het raadsel van de muurschildering opgelost en dit tevoorschijn laten komen? Indrukwekkend zeg. Nou, dankjewel. Als ik me goed herinner, stond er op de muurschildering iets over een bliksemsteen. Zal ik mijn bliksemaanval loslaten op de bliksemsteen? Let's go, let's go. Doe het. Ik schiet mijn pijl erop, ja, en dan doe jij dat. Bam! Oh, hier is geen tempel. De tempel is daar verderop, denk ik. En die komt nu uit de grond, of is het wat anders? Het is tempel, hè? Ja. Het is de volgende tempel. Woep, woep. Heel nice. Komt even omhoog zetten uit de woestijn. Vet, hoor. Let's go! Ik heb zin in de volgende tempel. Ik hoop jullie ook. Doe dan nogmaals duimpje omhoog als je het nog niet hebt gedaan. Misschien kunnen we weer 500 duimpjes krijgen op deze video. Het zou lekker zijn. En daar is die. De volgende tempel. Oh, maar er zit allemaal van die meuk op. Ryu's bliksemkracht hebben we ontgrendeld. En we moeten natuurlijk al die bolletjes straks weg zien te halen. Ik denk dat er veel meer meuk is in dat kasteel. We moeten altijd samenwerken met degene die over dat gebied gaat. En dat is nu Ryu. Wow, deze ziet er wel vet uit hoor, deze tempel. Kijk, hier is die. De bliksemtempel. Ik hoop dat jullie ready zijn. Ik wel, dus abonneer je als je niks wil missen van deze Zelda-serie. Mazzel!